Het eerste event in de nieuwe Agnietenhof heeft vrijdag 24 oktober plaatsgevonden. Ik vind dat het bijna, zou kunnen zeggen, boven verwachting mooi is geworden. De doorbraak in het gebouw is helemaal op zijn plek gevallen. De prachtige glazen foyer hier met de enorm mooie bar. In de toekomst heet dit de stadsfoyer. Dit wordt echt dé ontmoetingsplek van de stad en de hele regio. De grote zaal is enorm vernieuwd. Dus we zijn erg tevreden over het resultaat en we verwachten er heel veel van. Agnietenhof is helemaal klaar voor de toekomst. Prachtig verbouwd. Je moet zeker komen kijken, mensen. Het is de moeite waard. En het is gebouwd door de Verenigde Sliepen. Dat bedrijf is ondernemer van het jaar geworden. Ook iets om trots op te wezen, want dat bedrijf zit gewoon in Tiel en heeft ook de Agnietenhof verbouwd. En het is ook te zien. Het is een parel geworden. Het jubilerende bouwbedrijf De Vree en Sliepen uit Tiel vierde voor het personeel en genodigde het feestelijke feit dat dit Tielse bedrijf dit jaar 125 jaar bestaat en dat men tevens de verbouwing van de Schouwburg heeft afgerond. In 1889 heeft meneer De Vree bouwbedrijf De Vree en Sliepen opgericht. Het was een metselbedrijf, kleinschalig, en dat heeft hij uitgebouwd tot een wat groter bedrijf dat zijn zoon Anton dat na de oorlog over kon nemen. Anton De Vree was een sociaal zeer bevlogen mens die heel veel goeds gedaan heeft voor de Tielse regio. In de jaren 80 heeft de heer Van Ingert overgenomen en ook die heeft die lijn, die maatschappelijke lijn, doorgezet. In 2006 hebben Ted en ik het overgenomen en het voelde gewoon heel goed die lijn en die hebben we ook vanuit het hart doorgezet. En dat hebben we vroeger gedaan, dat doen we nu en dat blijven we de toekomst altijd doen. Nou, uiteraard 125 jaar, dat is natuurlijk een hele tijd. Ik heb daar zelf natuurlijk maar een korte periode van mee mogen maken. Ik weet wel, het bedrijf heeft natuurlijk meerdere crisis meegemaakt, zoals we nu eigenlijk net een beetje de crisis uitkomen. Dus wat dat betreft is het best bijzonder in Nederland om voor een bouwbedrijf om zo lang te bestaan. Daar zijn we heel erg trots op en daar zijn we natuurlijk ook heel erg dankbaar voor. En met name ook onze eigen regio en onze eigen stad, waar we heel veel mooie dingen hebben mogen maken. Voor ruim 300 personen werd een heuse theatershow opgevoerd, waarbij een terugblik werd gegeven op het tijdsbeeld van de afgelopen 125 jaar, waarbij het bouwbedrijf centraal stond. Het was voor ons een hele speciale dag en echt een mijlpaal in ons bestaan. Wij danken u ontzettend voor uw aanwezigheid. Ik vond het leuk. Echt leuk.